En wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikking. Ik ben Carlijn Tjukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer een heel mooi stuk maken. Dus heb je er zin in, doe alvast even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar blijf op de hoogte voor alle leuke video's die ik maak. Ik zie dat 50% van mijn kijkers niet geabonneerd is. Dus druk even op die abonneerknop. Dus zorg jij ervoor dat ik dit gewoon gratis kan blijven doen en jij gratis kan blijven kijken. Heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Wil je het pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder een kopje cursuspakketten. En dan gaan we nu gauw beginnen. Het kan zijn dat jullie het een en ander op de achtergrond horen, want er is hier een timman hard aan het werk. Maar goed, we gaan gewoon wel verder. We gaan aan de slag met het dienblad. Die kan je los bestellen, want ik weet dat heel veel mensen hem al hebben die vaker mijn pakket bestellen. Dus het pakket is de kruik los van het dienblad. Die gaan we heel mooi opmaken in herfsttinten. Een mooi herfstig stuk. Dus ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Allereerst maak ik eventjes een soort bol van de mos. Je kan het bloemstuk kan je zo opmaken, dus met de kruik naar boven en komt daar het bloemstuk uit. Maar ik vind het ook leuk om zo naar beneden te laten lopen en zo het bloemstuk mee te laten lopen in het, op het dienblad. Je kan dus op elk gewenst dienblad maken. En ik heb hieronder even een klein lekschaaltje gedaan, zodat als de oase begint te lekken, dat het niet zo erg is. En dan laat ik de oase of een stukje in de kruik lopen. Ik snijd de zijkant even af, zodat we straks makkelijk kunnen wegsteken. En dat is onze basis voor dit stuk. Dan gaan we even blad op draad zetten. We gaan het dus in warme tinten opmaken. Blad zetten we op de bekende manier op draad. Je doet dus, je prikt er doorheen aan de ene kant en dan weer aan de andere kant. Dan buig je hem samen en je wikkelt het draadje eromheen. Dan kan je hem eventueel ook straks dubbel doen. Dan kan je makkelijk dubbel verwerken in een stuk. Dat doen we eerst met 3 blaadjes. Je kan de toef in de kruik ook mee laten lopen, een beetje naar de zijkant. Je kan hem gewoon naar voren doen. Ik ga deze even buigen. Dat vind ik iets mooier in mijn stuk. Ik snijd alles schuin aan. Maar door het ijsdraad kan je makkelijk erin verwerken. Je kan hem ook over de dienblad laten lopen, maar dan kan je dus helemaal je eigen ding in doen. Dan maak ik ook nog eventjes een blad echt een stuk kleiner. Ik rol hem gewoon op tot hij niet meer kan. En ook daar doe ik dan een ijzerdraadje doorheen. Doe ik gewoon op dezelfde manier. Ik steek hem aan de andere kant weer door. Buig hem samen. En het langste draadje wikkel je eromheen. Deze doe ik aan deze kant. Hij steekt er wat korter in. En zoals je ziet hebben we dan het schaaltje al mooi weggewerkt. Dan werk ik ook met mooie warme materialen. Zo heb ik hier een mooi kangeroepootje. Ik laat de toef iets meer lopen naar de zijkant. Maar je kan ook alleen aan de voorkant steken. Je kan eigenlijk je hele je ding gewoon doen. Snij alles schuin aan, de oase is goed nat gemaakt. Mooie limonium.
Een mooie safari. Die verwerk ik mooi kort. Heeft ook mooi body in het stuk. En ook rust. En door de warme kleur staat het heel mooi in het stuk. En die verdeel ik er op 3 plekken omheen. Dan heb ik mooie hypericum. Een prachtige roze bottle. Wat echt bij de herfst. En die steekt er wat speelser, wat langer in. Dan heb ik mooie vetplanten. Een groene en nog een wat warmere kleur. Grijs. En wat ik daarmee doe is het potgrond eraf halen. En als je voorzichtig ronddraait dan heb je de bottle in de potgrond eraf. Je kan ook de bottle er eventueel op laten. En dit werk ik gewoon zo in het stuk. Het blijft heel lang goed. Deze warme kleur doet natuurlijk heel mooi. Prachtig. Wil je hem wat meer bovenin het stuk? Kijk, laat hem nu echt meelopen met de kruik. Waardoor hij aan deze kant wat langer doorloopt. En straks versterk ik dat. Dan kan je er gewoon even een stok onderin doen. Dat doe ik gewoon voorzichtig. En dan zit hij iets steviger vast. Super mooi. En dan zie je dat die vorm en die dat het echt versterkt. En dat hij dan meeloopt aan één kant. Als je hem echt alleen aan de voorkant wil, kan je hem natuurlijk gewoon aan de voorkant verwerken. Dan kijk je hoe mooi dit zo lijkt. Prachtig. Dan gaan we nog even wat herfstvruchtjes toevoegen. En ik laat het ook mooi meelopen. Je kan dus ook daarin die lijn versterken. Mocht je het op stok willen zetten, kan je dat op dezelfde manier doen. En dat doe ik ook met een mooie slinger. En dit maakt het nog wel echt af. Laat het er mooi tussen lopen en laat die vorm meelopen. Ik kijk even hoe die mooi uitkomt. Mooi tot ze recht komt. En die legt er dan als het ware tussen. Dat maakt hem echt wel mooi af. Kijk eens hoe mooi. En dan volgt er ook nog wat gewone vruchtjes toe. Als het niet nodig is, zou ik er niet in prikken. Maar als je hem echt in het bloemstuk wil verwerken, dan kan je het best wel of een draadje eromheen doen. Of even met een stokje erin. Zolang je hem niet beschadigt, blijft hij meestal wel langer goed. Dus dat is wel een tip. En deze laat ik ook mooi meelopen. En dan hebben we een prachtig apart dienblad. Je kan het eigenlijk een kruik toevoegen wat gewoon gestoken is, zoals het bloemstuk. Hij lijkt wel een beetje op de Hoorn is Overvloed, die ik vorig jaar uploadde. En daar had ik heel veel vragen naar of ik dat nog een keertje weer zou willen laten zien. Nou, deze is er eigenlijk al een beetje op geïnspireerd. Super mooi, vrolijk, maar warm herfststuk. Dus ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer gratis op dit kanaal. Of bestel het pakket via www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Wees er snel bij, want op is op en weg is weg. Dus ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En zie jullie mij de volgende keer weer. Doei!